Arnie. Arnie, wakker worden. Een gigantische tornado raast op je huis af. Ren snel de straat op. Je moet in de open lucht komen. Goed gedaan. Natuurlijk, om je echt te redden was het een goed idee geweest om je in de kelder van je huis te verstoppen. Maar natuurlijk is het interessant voor mij en onze kijkers om te zien wat er met jou gebeurt binnen in de tornado. Klaar? En ga! Wat zit erin, Arnie? De breedte van de trechter van de grootste tornado's kan oplopen tot 1500 meter. Je zult daar zijn als hij ronddraait. Elk jaar ontstaan er in de Verenigde Staten zo'n 1000 tornado's. En maar een paar daarvan zijn echt gigantisch. Je hebt weer geluk, Arnie. Je zit in een van die. Ik denk dat het nu een goed moment is om lage druk en zuurstofontlading te bespreken. De atmosferische druk binnen in een tornado is zo laag dat jouw longen niet genoeg zuurstof uit de lucht kunnen halen. En na slechts een paar minuten zal je flauw vallen en stikken. Eindelijk! Ik werd echt moe van jouw geschreeuw. Zulke ijle lucht staat gelijk aan het beklimmen van de Mount Everest zonder zuurstoftank. Bergtoerisme is duidelijk niet voor jou, Arnie. Maar in een tornado, in plaats van te sterven aan gebrek aan zuurstof, zul je waarschijnlijk het loodje leggen door de botsing met andere objecten die met je meegesleept worden. Je weet wel, vliegende bomen, dieren, auto's, daken van huizen en zelfs hele huizen. Alles wat zich op een pad van de superkrachtige tornado bevindt, zal in een woordenstroom worden getrokken en met een snelheid van wel 500 km per uur ronddraaien. En zelfs als jij je voorstelt dat je door een of ander wonder deze botsing met dit puin kunt vermijden, en als een zuurstoftank geen zorg is en je op een of andere manier binnen in de tornado overleeft, vergeet dan alsjeblieft niet. De tornado zal vroeg of laat eindigen. En zo zal de trechter je laten gaan. En je zult van een behoorlijke hoogte vallen. Terug naar de vaste grond. Dat ga je zeker niet overleven, Arnie. Oké, ik zal je weer redden. Waarom doe ik dit? Je hoeft me niet te bedanken. Klik op de duim omhoog als je deze video leuk vindt. Stuur hem door naar je vrienden en abonneer op mijn kanaal. Er komen nog veel meer spannende experimenten aan met onze vriend Arnold.